We gaan in Zuid-Zanden op zoek naar een ezel die geluidsoverlast veroorzaakt. Kikker TV gaat hiervoor op onderzoek uit. Ja, ik heb brieven over gehad, over die ezel. Ja. Van de gemeente, die heeft te veel lawaai. Maar die balk s'nachts niet. Nee, dat geloof ik graag. Maar die balk alleen overdag, hey. Maar weet je wat het is? Nu is het zelf al lang donker. Maar ik ben ook altijd een vroege vogel natuurlijk. En de andere reep is ook, want die man moet ook niet meer werken. En die heeft dus mooi eens weggeeten, maar dat je dan zelf om 6:15 zijn buiten komt dat licht is, ja dan balkt hij. Ja. Ja, dat is ook een beetje te beroep natuurlijk. Dat, maar s'avonds balkt hij niet. Dus ik kreeg toch een brief van de gemeente, dan de omwonende, kom maar zeggen, hij klaagt al, voor lawaai overlast. What's your opinion about the donkey's noise? It doesn't bother me. We live in the countryside and there's lots of animals, chickens, roosters. I hear the donkey. I've never seen him before, but I hear him once in a while and it doesn't bother me. Actually, other neighbors' dogs make more noise than the donkey, so I don't see any problem with the donkey. It reminds me of Morocco. Uw buurman heeft een brief gekregen van de gemeente dat zijn ezel te veel zou balken. Heeft u daar zelf ook last van? Ik heb daar helemaal geen last van. Anders moet je niet op de boeren buiten komen wonen. Dan kan je ook gaan reclameren dat de vogels veel lawaai maken als ze overvliegen of dat de wind te veel in de bomen speelt. Ik vind dat gewoon larie en apko. Sorry hoor. Voor mijn part mag die ezel hier blijven. Hoort u de ezel vaak? Niet speciaal, ik let daar ook eerlijk gezegd niet op. Soms hoor ik hem wel en dan denk ik in mijn eigen, Jan Doree blijkt niet erg gelukkig te zijn vandaag of zoiets, maar dat stoort mij niet. Integendeel. En in de brief staat dat hij van 11 tot 7 niet meer mag balken. Heeft u er s'nachts ook wel eens last van? Ik heb die ezels s'nachts nog nooit gehoord, maar ik wist niet dat ezels uurwerken konden lezen. Wat is uw buurman voor persoon? Dat is een hele vriendelijke man. Toen ik hier pas kwam wonen, heeft hij me zelfs goed geholpen en gezegd wat ik met mijn vuilbak moest doen, waar ik hem moest gaan zetten en zo verder. Die man is altijd bereid. Maak daar af en toe eens een praatje van. Hij komt dan even buren naar hier. Ik vind dat een hele leuke man en dat ze hem alsjeblieft zijn ezel maar niet afnemen. Heeft u ook last van het gebalk van de ezel? Last? Helemaal niet. Ik vind het wel gezellig dat hij af en toe eens een beetje geluid maakt. Je hoort het goed in het dorp, maar ik vind dat helemaal geen storend geluid. En balkt die vaak? Een paar keer per dag of zo. Je hoort het wel goed, maar het is eigenlijk helemaal niet erg. En in de brief stond dat hij van 11 tot 7 uur, dus 's nachts, niet meer mag balken. Heeft u daar 's nachts ook wel eens last van? Nee, 's nachts doet hij dat helemaal nooit. Hij begint 's morgens rond 7:30 of zo, hoor je hem de eerste keer. En dan overdag nog een paar keer, maar 's nachts heb je er absoluut geen last van. Ik vind het eigenlijk een beetje flauw, want we wonen hier natuurlijk in een dorp op het platteland. Mijn hond die blaft ook wel een keer. Die paarden hiernaast die hinneken ook wel een keer of stampen wel een keer tegen de staldeur. Er vliegen hier ganzen over, die maken eigenlijk een veel erger lawaai. En ik vind dus dat je in zo'n dorp op het platteland woont, dat je ook de natuurgeluiden er maar bij moet nemen. Ja, oké, dankjewel. Wat een ezel doet als hij voor een rivier staat en hij moet erover, hoe hij daar zal overstappen? Nee, geen idee. Ja, hij balkt genoeg, legt al die balkjes achter elkaar en loopt er dan over. Jouw baasje heeft een brief gekregen dat jij tussen 11 en 7 niet meer mag balken. Wat vind je daarvan? Aha, ja. Oké, en waarom balk je dan 's avonds? Ja, snap je dat de mensen daar
last van hebben. Ho, 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 wacht, wacht, ik ben er niet klaar. Snap je dat de mensen daar last van hebben? Oké, dankjewel.